het leuke aan de Bibus dat je boeken kan uitkiezen, zelf je boeken kan uitkiezen. Eigenlijk is een Bibus gewoon een bibliotheek in een bus. Je hebt een groep, bijvoorbeeld 5 en 6. De hoogste groep gaat naar boven, hier lekker zitten op een poef. En dan mag bijvoorbeeld groep 5 mag beneden een boek uitkiezen. En als één iemand van groep 5 naar boven komt, mag je iemand anders uitkiezen om naar beneden te gaan. De Bibus komt één keer in de maand zo dicht mogelijk bij de scholen gereden. De kinderen die hebben biepasjes en bieptasjes om de boeken in te doen. Ze lopen met elkaar per groep naar de Bibus. De collectie bestaat uit een gedeelte informatieve boeken. Boeken over dieren, over sprookjes, over enge verhalen. Voor jongens, voor meiden. Techniekboeken, maar je kan ook bijvoorbeeld luister-cd's lenen voor als je dyslexie hebt. We hebben voor de groepen 1 tot en met 8 verschillende materialen. Informatieve boeken, leesboeken, maar ook stripboeken, want die vinden kinderen ook erg leuk. Ik zit echt in het verhaal. Ik heb Donald Duck uitgekozen, omdat ik het een leuk en spannend boek vind. Ik ben hulpmoeder bij de Bibus, omdat ik het leuk vind om met de kinderen te werken. En om ze te helpen bij het kiezen van de boeken. Door de Bibus ben ik meer boeken aan het lezen. Eerst hield ik niet zoveel van lezen, maar nu heel erg veel. Ik heb voor dit boek gekozen omdat ik heel veel van moppen hou. Waarom kan Mr. Bean geen augurk eten? Hij krijgt zijn hoofd niet in een potje. De basisscholen kunnen de Bibus zelfstandig gebruiken. Dat is wel met een inwerkperiode uiteraard. Een medewerker van de bibliotheek legt heel goed uit aan ouders en leerkrachten hoe een en ander in zijn werk gaat. Van de meeste scholen krijg ik super positieve reacties terug. Ze zien de Bibus echt als een cadeautje, als een aanvulling op de schoolcollectie.